van harte welkom bij deze uitzending over impact beleggen. Geld laten renderen terwijl je de wereld ook nog eens een keertje beter maakt. Daar hebben we het vandaag over tijdens dit Impact Investment Initiative hier op het hoofdkantoor van pensioenfonds PGGM in Zeist. Dit is voor ons zo belangrijk. Ja? Kijk, we hebben een doelstelling meegekregen van PZW om de impactbeleggingen te viervoudigen zo. Richting 2020. Dat is een hele mooie opdracht naar 20 miljard. We zitten nu op 9 miljard. Dus alle goede ideeën zijn welkom. Impact investment betekent voor mij dat je iets extra's toevoegt boven wat al in de markt is ingeprijsd, wat je met gewone aandelen al doet. En dat betekent dus dat je ook op een andere manier moet meten, dus niet louter financieel. En daarin moet het denken nog verder ontwikkeld worden. Daar is een aantal mooie aanzetten toegeleverd, maar we zijn nog niet klaar. Een van de dingen waar we vandaag de dag nog wel tegenaan lopen is dat financiële markten, de maatschappij, nogal korte termijn georiënteerd is. Ja. Zolang we op het journaal om 8 uur elke maand zien wat de dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn, dan kun je afvragen of die lange termijn wel echt beklijft. Wat vond u van het evenement? Ik vind het een heel goed initiatief van PGGM om samen met mensen uit de financiële sector en het bedrijfsleven na te denken over waar je investeringen de komende jaren naartoe moet laten gaan. Er is gezegd, je kunt geen goed rendement hebben in een wereld die kapot is. Dus hoe goed je financiële rendement ook is, als je niet aan andere aspecten ook aandacht besteedt, dan heb je er eigenlijk niks aan. Het is belangrijk om daar tijdig over na te denken. Wij gaan nu uiteen in de breakouts. Je zal wel iets moeten definiëren wat impact is, want anders weet je ook niet wat je aan het meten bent. Hoe meet je de effectiviteit? Impact beleggen, nog heel veel onduidelijk over, een beetje holistisch. Is er iets concreets uitgekomen? Nou, ik weet niet of er iets concreets uit hoefde te komen, want het was meer bedoeld om een beweging aan te zetten. Dat is waarom PGGM dit samen met BNR en het FD is begonnen en ik denk dat dat is gelukt. Ik denk dat we na dit evenement goed moeten gaan meten wat het effect is van impact beleggen. Want je moet het wel concreet maken. Ik werk zelf bij de farmaceutische industrie en een van de indexen die wij gebruiken is de Access to Medicines Index. Waarop op verschillende items wordt gemeten wat ons effect op de samenleving is. Er moet meer focus nog komen op de lange termijn en bijvoorbeeld voor institutionele beleggers in Nederland betekent dat ze ook veel meer research zullen moeten opbouwen om te gaan begrijpen wat zijn de lange termijn trends. Passief beleggen is één ding, actief beleggen en heel goed businessmodellen en lange termijn trends begrijpen, dat is iets anders. En daar wordt al aan gewerkt, maar er moet nog meer in worden geïnvesteerd. Dit is de toekomst van beleggen. Het gaat om meer dan alleen maar het financieel rendement. Het gaat er ook om dat je goed bent voor de maatschappij, het maatschappelijk verantwoord ondernemen, is van belang. Ja. Zonder dat alles in euro's wordt omgezet? Zonder dat alles in euro's wordt omgezet, inderdaad. Ja.